Voorzitter, een raar debat. Meerdere collega's al gezegd. We zitten een beetje tussen twee kabinetten in. Deze voorjaarsnota werd verstuurd op 15 april. Dat is een dag dat ik me niet per se herinner, maar wel weet dat het nog best wel ver weg was dat we een nieuw kabinet zouden krijgen, een nieuwe coalitie. Er was nog helemaal geen akkoord. Laat staan zicht op een nieuw kabinet. Maar twee maanden later weten we dat nu wel vrijwel zeker. En dan is dit dus de laatste voorjaarsnota van Rutte 4. En wat jij in het 20 betreft, waren die keuzes van Rutte 4 niet de onze. Wij vonden zaken niet goed. Dat hebben we ook vaker aangegeven. En een koerscorrectie is volgens ons ook hard nodig. Dus wij kijken reikhalzend uit naar de miljoenennota van een nieuw kabinet. En die moet er wat ons betreft beduidend anders gaan uitzien. Moet wel zeggen, er zijn ook goede zaken die ook in deze voorjaarsnota terugkeren. Steun Oekraïne, hebben we gezegd. Groningen, investeringen in het vestigingsbeleid. Voorzitter, dat zijn prima zaken. Maar de enorme fondsen voor klimaat en stikstof, we hebben het vaker gezegd, we lossen de opwarming van de aarde niet op in dit land. Simpelweg niet. En de stroom aan Nederlandse tractoren vanochtend weer in de file op weg naar Brussel laten ook zien dat die 25 miljard in het stikstoffonds niet de oplossing zijn voor de agrarische sector in Nederland. Voorzitter, ook in deze voorjaarsnota weer 2 miljard extra voor de opvang van asiel. Want een opvangcrisis en geen migratiecrisis. Ja, voorzitter, zolang de politiek in dat sprookje blijft geloven, dan zal het einde inderdaad zoek zijn. Wanneer dringt het ook tot het oude kabinet door dat de huidige crisis rond de instroom financieel en maatschappelijk niet meer te dragen is. En voorzitter, als ik dan kijk naar de laatste raming van het Centraal Planbureau, dan zie ik een aantal ontwikkelingen. Periode 21-25 neemt alleen de koopkracht van lagere inkomens toe. Voor iedereen vanaf modaal nam de koopkracht de afgelopen 4 jaar gemiddeld af. En de koopkracht voor werken en gepensioneerden nam ook af. En voorzitter, dat is een heel simpel grafiekje. En het zijn simpele cijfers, maar er zit natuurlijk een wereld toch achter van financieel leed en zorgen. En dan zou je denken, daar gaat het oude kabinet toch een keer ten lange leste wat aan doen. Men heeft geleerd en verlegd de focus naar beleid om de koopkracht van de middenklasse weer in de plus te krijgen. Maar het tegendeel blijkt het geval. Want in deze voorjaarsnota zie ik, voorzitter, inkomstenbelasting omhoog. MKB moet 400 miljoen aftikken. Extra energiebelasting 800 miljoen. Banken miljard extra belasting. En in box 2 wordt 875 miljoen opgehaald. Dus voorzitter, dat zijn niet de antwoorden die je zou verwachten bij de zorgelijke grafiekjes van het Centraal Planbureau. Voorzitter, jaar 21 is vrij duidelijk. Dit beleid van stapelen van extra lastenverzwaringen van de hele linie van werknemers tot aan werkgeversbedrijven, dat moet stoppen. En daarvoor zullen wij ook ons wederom buigen als wij de stukken krijgen met Prinsjesdag. En dan zullen wij die bestuderen. Ik sluit af, voorzitter, met toch, ondanks onze verschillen van mening, beide bewindslieden te bedanken voor hun inzet. Laat ik zeggen, voor Nederland en voor 's lands financiën. We kunnen verschillen van mening, maar daar is mijn waardering niet minder om. Dank u wel. Ik schors tot...